Vandaag gaan deze 9 verschillende kijkers 9 verschillende bunkers bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze bunker te bouwen en daarin moeten ze een totem of een dying verstoppen. Ik moet die zo snel mogelijk vinden en we gaan kijken wie de beste bunker heeft. We gaan voor 5000 likes. Oké, jongens, welkom. Met z'n 9 staan jullie hier allemaal op jullie eigen geheime plotje. Nou, zo geheim is het eigenlijk ook weer niet. Jullie hebben zometeen 1 uur de tijd om van alles te bouwen. Een geheime bunker met daarin een geheime kluis, met daarin een geheime kist. Jan, hoor je me? Snap je het? Ja, je snapt het? Goed zo, Jan. En daarin moet ik jullie totem of undying stelen. Oeh, ja, jullie snappen het allemaal. Weet je wat? Jullie krijgen vanaf nu gewoon 1 uur de tijd. Dus de tijd begint nu. Uitgedroogd, ik sta hier bij jouw allereerste, of bij de zelfs allereerste bunker waar ik in moet breken en de totem of undying moet stelen. Leg eens wat uit. Wat is jouw, wat is dit? Waar sta ik? Nou, ten eerste, ik heb geen idee wat ik gedaan heb. Dit is een soort, ik moet een soort kerkhof voorstellen of zo. Ik heb geen idee. Ik ga de timer klaarzetten. Je moet hier beginnen trouwens. Hier moet ik beginnen. Oh, hier moet ik erin. Ja, als het goed is. Zo, ja. Dan kan jij dichtbouwen weer. Dit is het begin. Ja, dit is het begin. Dus veel succes zou ik zeggen. Dankjewel. Ik ga mijn ding eens klaarzetten. Komt, ja? 3, 2, 1. Hoppakee. Oké, dan gaan we kijken. We zijn hier inderdaad in de kerf. Ik zie daar al een lever en ik zie daar al een lever. Maar ik ga toch proberen om door er gewoon doorheen te gaan. Dacht je nou serieus dat je hier zomaar binnenkwam? Ja, enigszins. Je hebt wel leuk met bordjes werk, joh. Dit ziet er goed uit. Oké, dan die lever hier gaan we overhalen. Dan oh, er staan daar zombies. En dan gaan we die ook overhalen. Ik weet niet of dat iets gedaan. Oh, ik heb een zwaard gekregen. Heb ik die gekregen? Volgens mij wel, hè? Hier een button, maar dat doet niks. Oké, kom maar. Kom maar. Kom maar. Je hebt in ieder geval bewaking in je. Oh, nee. Bewaking in je dinges. Dat is wel leuk bedacht. Een soort van. Oh mijn god, monsters die je kluis bewaken natuurlijk. Oké, ik ben door het eerste gedeelte. Hier ligt een graf, prima. Gaan we vast even op onderzoek wat we hier gaan vinden allemaal. Ah, ik vind het leuk. Het zit leuk in elkaar. Oh kijk, hier zou ik parcours kunnen doen, maar dat gaan we niet doen. We gaan eerst even naar binnen. Kijken of hier binnen jouw geheime kluis met jouw geheime spullen is. Oh, het gaat naar beneden. Oh, het wordt groter nog. Oké. Ik dacht dat dit het... Oh nee, een dol of dat meen je. Dit gaat me serieus tijd kosten. Dit gaat serieus... Maar ik ben je goed in, let op, hè. Je bent nu tijd aan... Ik zeg het, ik ben tijd aan het verspillen. Ik zeg het nog en dan staat er ook echt een bordje dat ik tijd aan het verspillen ben. Dan zit hierheen. Sowieso is het deze kant op. Hierheen, hierheen. Oh, is dit hem? Oh nee, er is hem opgespand. Oh, en elke keer als ik erop sta, spant er een nieuwe. Ah! Oeh, maar volgens mij is dit je kluis. Oh mijn god, ze lopen eroverheen. Nee, stop met over die dingen lopen. Ik ga serieus dood. Oh, oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god, nee. Oké, gaan we niet nog een keer op dat ding staan? Maar moet ik hier wel zijn, is de vraag. Dat is de kluis, sowieso. Maar moet ik hier dan, moet ik nog een keer toch op dat ding staan? Dat het is. Nee, ik heb alles gehad. Hoe kom ik daar? Wat heb je allemaal in je inventory? Oh, ik heb een... Deze zou wel van toepassing... Ja. Oh mijn god, ik heb een pickaxe. Dankjewel voor het helpen. Deze zou wel van toepassing komen. Dit is sowieso om dit laatste beetje te hakken. Dan ga ik helemaal naar binnen. En dan... Boom! Heb ik jouw totem of undying heb ik bemachtigd. Dat was aardig snel, maar ja. Nou, ja, maar weet je, het ding is, ik ben gewoon heel goed. Je hebt er 2 minuten en 27 seconden over gedaan. En ik heb jouw totem is bemachtigd. Dat is serieus wel goed. En dat begin je op plek 1. Dat klinkt wel leuk, weet je. Ja, dat klinkt wel prima. Ik kan ermee leven. Je kan ermee leven, top. Nou, dan gaan wij door naar de volgende. Jan, ik sta hier voor volgens mij, ik denk een gevangenis, klopt dat? Bunker. Een bunker, het is wel een bunker. Oeh, maar het lijkt een soort van dat de torens zijn op gevangenis. De timer staat klaar. Moet je nog een uitleg geven of een verhaaltje wat je moet vertellen? Geen verhaal. Geen verhaal, ik moet het er gewoon maar mee doen. Ja. Oké, dan gaan we weer kort. Oké, 3, 2, 1. De timer is gestart. Ik ga gelijk op avontuur. Ik ga naar binnen. Dat is het eerste wat ik doe. Nou, trouwens, ik ga eerst even snel spieken buiten of ik hier langs kan. Ja, maar dat is niet nodig. En de andere kant dan waarschijnlijk ook niet. Dus laten we gelijk naar binnen gaan. Waar komen we uit? In een bunker. Heel straightforward. Gaan elke barrel gaan we gelijk checken. Of we iets vinden. Of we iets nuttigs vinden. Nee. Oké, hier kan ik heen. Gaan we de toren in. Kijken of we iets in de toren vinden. Of op het dak of zo. Misschien een geheim kistje. Dat ik dan... Dat je met de slim af bent of zo, weet je. En in de andere toren zie ik ook niks. Dus kunnen we door. Het is wel een beetje een kale bunker. Ja, het ook niet zoveel de tijd natuurlijk, maar... Nee. Tijd voor een quiz. Vraag 1. Wanneer kwam Minecraft uit? 2008, volgens mij. Fout, hè? Het was toch in 2008? Was het 10 jaar oud of zo? Of was dat vorig jaar? Of in 2009? Oh mijn god, ik ga de goede kant op. Ja, ik had hem goed. Ik dacht dat het 2008 was. Vraag 2. Wanneer kwam Minecraft 1.19 uit? Nou, die zegt letterlijk vorig... Ik dacht 2022, hoor. Ja, nou, Google zei 2021, maar waarschijnlijk ook... Oh, jee. Ik zou uitkijken. Oh, ik haat dit soort sprongetjes. Waarom heb je dit gedaan?
Oh, ja, oké. Oké, dat houdt me niet tegen. Dat sprongetje houdt me tegen. Het gaat best diep. Tijd voor parcours. Oké, dit is nog best te doen, denk ik. Zo. Ja, we gaan de goede kant op. Ik waarschuw je. Ga terug. Nu het nog kan. Laatste kans. Wat dan? Wat is hij te vinden? Oh, nee. Daar is hij. Daar is hij, hè. Dit gaat hem zijn. Ga ik hem al pakken? Ik heb hem gestolen. Binnen 1 minuut en 44 seconden. Speciale eendenveer. Heb je hem zo genoemd, serieus? Ja. Ik heb je totem of undying gestolen binnen 1 minuut en 44 seconden. Waardoor jij op plek 2 komt qua lengte. Maar ik vond wel een hele leuke ervaring vanwege de quiz. Was een goede quiz. Kort, maar geen tijd, maar... Ja, je hebt een uur de tijd gehad, hè, dus ik kan je ook niet blamen. Zo, laten wij dan gelijk doorgaan naar de volgende. Oké, Riccio. Ik sta hier voor jouw huis, denk ik. Gewoon. Ja. Wat is het? Dat is mijn huis. Oh, nee, niet, nee, dit is een huis. Ja, huis. Ik wou het zeggen. Dit is het huis van BAG. Van BAG? Ja. Ja, oké. Okay. Ik heb Bach. Een klein verhaaltje erbij. Oeh, een verhaaltje. Vertel maar. Nou, de vorige keer toen waren we bij BAG in huis. We waren met iets oneens. Ja. Dus toen dachten we dat we een soort wraak kunnen nemen. Ja. En toen hebben we het met stenen het glas ingeslagen. Kapot gemaakt. Ja. Oké. Okay. Ja. En toen... Later die dag werden we gezocht door de politie en werden okay. in de gevangenis gezet. Oh, maar nu willen we nog meer wraak nemen. Oké, okay, dus en... nog een glasstuk slaan. Ja, kan. Maar, maar nog beter, een diamant stelen. Oftewel, oh, de totem of undying stelen van ja. hem. En dan heb je mij zeker ingehuurd. Ja. Ik moet de wraak nemen. Oké, okay, kan ik aan de slag? Ja. Dan gaat de timer aan in 3, 2, 1. Oké, okay, voordat ik naar binnen ga, ga ik even rondkijken. Ik zie inderdaad hier al het glas. Ik ben professional, dus ik doe mijn werk zeg maar goed met het inbreken van speciale geheime bunkers en huizen. Van BAG, van Bach. Oké, okay, nou, van buiten kan ik al niks zien, dus laten we gelijk naar binnen gaan. Kijken wat we hier vinden. Ik zie inderdaad het glas, is een crime scene. Hier een boekje waar ik dan in kan kijken. Dan moet ik er even onder zitten. Sup, dat vind ik echt heel stom dat je dit doet. Zit er iets achter? Verstopt. Nee, niet dat ik weet. Niet dat ik kan zien. Oké, okay, verder heb ik hier niet zoveel aan. Dan hier kan ik een kelder in. Maar zit er ook wat hier verstopt in de furnace of crafting table? Nee, oké, okay, dan gaan we de kelder in. Moeten we dit zo snel mogelijk doen? Jemig, hij heeft best wel een lijpe kelder. Hier weer een boek als er weer sup staat. Dit is niks. Kijk, dat vind ik al beter. En hier, 1. 2. Oh, oh, dat is slim gedaan. Door 1, 2 daar te doen dat je... Oh, dat vind ik leuk. Oké, dan gaan we er gelijk in. We gaan sowieso de ding stelen van hem. Wat is het donker hier? Oh nee, ik moet onder water. Ik zie het al. Ik zie het al. Oeh, hierheen. Dan, is dit het al? Oh nee! Ah, oh, ik ben net niet in je trap gevallen, maar ik doe het alsof het nog de eerste keer is. Nee! Oh, dit is een base dive. Ik dacht dat het Bach was. Ik heb hem. Stop de tijd. Zo, ik had deze wel snel, hè? Ja. Maar hij was wel leuk, omdat je er een verhaaltje aan vast... Hallo. Aan vast had geplakt. 1 minuut en 20 seconden heb ik je totem of undying weten te stelen uit jouw supergeheime Bea Bach, haar geheime kluis. Maar ik vond het wel een leuke. Was leuk gemaakt. Ik heb het tuintje nog niet eens helemaal gezien. Kijk, het ziet er ook leuk uit. Oeh, wat is dit dan? Oh, dit is ook niks. Dus hier had ik ook ingekund. Ja. Nou, laten wij dan maar doorgaan naar de volgende. Buurman 1. Ja. Waarom heb jij rode dye in je handen? Ik hou van rood. Dat is duidelijk. Waar ben ik? Leg eens uit. Nou, kijk. Dat snap ik eigenlijk ook niet. Ik heb me gewoon iets efficiënts gebouwd, snap je? Okay. Iets leuks, maar dan... Jij wil gewoon de tijd rekken, dat ik zo lang mogelijk erover doe. Ja, maar het is wel leuk. Het is wel leuk. En waarom heb jij je gras niet gemaaid? Waarom is het zo hoog? Had ik geen tijd voor. Oh, nee, ja, oké, okay, dat is duidelijk. Nou, ja, dan, okay. Dan heb ik tijd om nu de timer aan te zetten. In 3, 2, 1, start. We gaan gelijk naar het eerste hokje hier. Ik ga erin, ik ga spijt hebben dat ik erin ben gegaan, maar er is hier niks te doen. Oké, okay, ik kan er weer uit. Prima. Of heb ik hier iets gemist? Nee, dat is tijd aan het spelen. Ik ga eruit. Wat is hier in het hoekje? Niet eruit pakken. Oké, okay, daar kom ik er niet eens aan. Wat is dit hier zelfs? Niet ingaan. Oké, okay, daar ga ik er niet in. Een diamondblok hier en een kist. Is dat... Zeg niet dat daar het ding in zit. Hij zit daarin, hè? Ik weet zeker dat hij daarin zit. Oh, ik weet nu al 100% zeker dat ik taken moet gaan uitvoeren. Om dan vervolgens... Wat is dit? Ik heb nu stroom aangezet. Oh, dit is de stroomkast. Betekent dat die ding is hier beneden open is gegaan? Ik ben echt big brain. Hoppakee. Daar zijn we in een of andere ruimte aangekomen. Ik zie nu al hier achter een button. Ik weet niet wat het deed, maar ik zie daar achter een barrel met niks erin. Ik zie hier een... niks. Letterlijk, niks. Dan hier ook niks. En hierachter ook een button. Mag ik even iets doorzeggen? Ja. Hier hoort iets in te zitten. Ja? Oh. Maar, Dat was je vergeten. Ja. De red dye. Kijk, daar hebben we de eerste. Dan hierachter. Weet ik niet wat ik dan... Moet ik dat erin droppen? Dat kan... Nee, dat is niet een... Nee, vast niet.
Trouwens, ik moet ook even nog iets zeggen. Even heel snel tussendoor. Higo. Ik zal even iets naar Kamekiet. Ik pauzeer even de tijd. Blijkbaar, daar waar de item in zitten, heb ik waarschijnlijk gewoon in mijn inventory gehouden. Oké, dat item staat dus op. Dat is een coördinaat. Is dat deze coördinaat hier in het hoekje? Nee, dat is... Oh, dat is wel die coördinaat. Ja, dus dan moet ik hem hier onder droppen. Oh, er komt niks uit. Maar misschien is dat ook niet de bedoeling dat ik er niks uit kom. Misschien moet ik nu de knop indrukken. Kijken wat er dan gebeurt. Ah, tegelijkertijd misschien? Sowieso niet. Maar ik ga het gewoon proberen. Oké, ik heb die knop ingedrukt, maar er is niet echt iets gebeurd. Misschien als ik hem nog een keer hier indruk. Gebeurt hier dan iets? Nee, die had ik al. Ik vind het moeilijk. Ik weet niet precies wat ik moet doen. Maar we gaan het uitvinden. Wat gebeurt als ik op die knop druk? Dan helemaal niks. Hierachter zit niks volgens mij. Hier zit ook niks. Nee. Ik heb hier op alles geklikt, maar ik vind niks. Wat doet die knop dan? Er gaat wel wat af, maar verder gebeurt er niks. Ik heb het item gedropt. Je maakt het me moeilijk, Vaspo. Je maakt het me moeilijk. Maar wat moet ik hier doen? Hierachter misschien iets, ja. Oh, er zit wel een knop. Oh, er zit wel een knop, maar die zag ik helemaal niet. Hier zit ook dan een knop, maar waar? Waar zit die hier? Daar. Dat is hem. Dan heb ik ze alle vier ingedrukt. Oh, naar boven. Heb ik hier beneden dus echt letterlijk voor saus gezeten? Of... Oh, ik ben boven. Zo. Moest ik hier niet naar boven nu? Jawel, alleen... Wat is... Deze hoorde ik erbuiten krijgen op het gouden blok. Ja. Dankjewel. Maakt niet uit. Dit is een pet pakket. Prima. We gaan verder. Kan ik waarschijnlijk op het gouden blok kan ik deze plaatsen die hier pakken. Heb ik één grasblok met de coördinaat. Gaan we die op de goede plek zetten. Ik gok dat dat hier is. Ja. 55 is deze. En dan 47 was het. Dus dat is deze hier. Ja, komt ie. Wat gebeurt er dan? Oh, ik moest hem droppen. Duidelijk. Huh? Er is een vuurwerk afgegaan. Maar verder is er niks gebeurd. Oh, hier is nog een ladder. Plaats op diablok. Oké. Oh. Potem. Ja, je hebt hem. De potem of in dying. Zo, je maakt het me wel lastig, moet ik zeggen, hoor. Ja, het is ook heel jammer dat precies niet werkte bij het instukje dat ik wel heb getest. Maakt niet uit, joh. Alleen de enderpearl, die kreeg ik niet zelf. En voor des maakt het niet uit. De potem, ja. Ik heb hem binnen 3 minuten en 54 seconden. Dus qua tijd sta je wel op plek 1. Nee, ik vond het leuk. Was een leuke potem. Ja, heel leuk. Bedankt. Nou, dan gaan wij door naar de volgende. Ik sta hier bij een soort rare groene... Ja, schildpadden, schil? Of wat is het? Hoe noem jij het? Ja, het is dus de ingang van de bunker. Ah! Oh, het is natuurlijk echt zo'n legerbunker, zeker? Ja, er is ook nog een kleine backstory bij. Oeh, en dat is? Ja, natuurlijk. In de oorlog was het natuurlijk allemaal kwaad en... Slecht en poep gewoon. Dus de soldaten probeerden nog in de bunker, waar ze veilig waren... Ja? Zoveel mogelijk op te vrolijken. Oké. En er was één speciale plek waar ze dus een totem hadden liggen. Waardoor je één extra leven had. Oké, en dat zoals een totem daadwerkelijk werkt. Die bewaarden ze zo goed dus, dat niemand erbij kon komen, behalve de beste inbrekers. Dus nu is aan jou de taak om te kijken. Of ik hierin kan breken. Ik ga mijn timertje klaarzetten. En dan ga ik kijken of ik die vrolijke totem of dying kan stelen van die, zeg maar, al zo verdrietige soldaten die het als een beetje opvrolijking hadden. Dus ik ben eigenlijk een beetje een soort slecht persoon hier. Ja. Nou, komt ie. 3, 2, 1, start. Ik ga gewoon gelijk naar beneden. Dat er omheen lopen had vorige keer geen zin. Dus ik denk dat ik sowieso de bunker gelijk in moet. Het voelt zo groot. Voor mijn gevoel hadden jullie... Het houdt al op. Oh, hier is de kist. Oké. Ik wou het zeggen. Hier is de kist, maar die is leeg. Hier is de kist ook leeg. Is een trap chest, maar er gebeurt niks gelukkig. Oh, er gebeurde wel wat. Oh, wacht. Sowieso dit en dan hierheen. Ja! Nee, het ging zo snel! Ik heb zo weinig de tijd. Oké, wacht. Oké, rennen. Oké, zo. We zijn er gelijk doorheen. Dan moet ik doorlopen, denk ik. En dan komen we in een soort natuurruimtetje hier. Ja. De abonneerwolk. Eén dingetje. Je moet hier goed rondkijken. Want als je hier iets mist, dan kan je hier niet terugkomen. Kan alleen op een goudblok, heb ik nu al gevonden. En that's it zover. Laten we hier deze ook kijken. Kan alleen op een goudblok, heb ik er nu 2 van. En hier nog niks. Sowieso is er aan deze kant ook nog eentje. Kan niet anders. Ja, kijk. Oh, hier moet ik onder. Oké, dan wachten we nog heel eventjes. Ja, we gaan even kijken of we nog iets missen. Die dus. 100% maak ik missen. Die kan alleen op goudblok, heb ik dan alles. Hierboven ook. Even checken snel, voordat ik iets geks doe. Ja, hier misschien nog iets.
Wat vinden we hier? Wat is dit, huh? Oh mijn god, een doolhof. Maar daar kon ik net ook heen aan een andere plek. Haha, dit is het niet. Stom gedaan. Haha, dit is het niet. Oh mijn god, wat meen je? Is er nog wat meer dan dit? Nee, dit is gewoon dus voor saus hier. Dit heb je letterlijk voor niks geplaatst. Nee, om me gewoon extra tijd te geven. Oké, dan denk ik dat ik alle laddertjes heb. Zo. Gaan we hierheen. Dan komen we hier. Wat gaat dit diep, hé? Wat heb jij dit groot gemaakt? Ik verbaas me echt over hoe groot deze is. Oké, gewoon mijn eerste instinct aanhouden met dit doolhof. Ik ga dit gewoon gelijk halen. Dat je echt denkt, waarom heb je dit gelijk gehaald? Erop. Hoppakee. Zo. Hierheen. Laat maar, mijn standpunt is niet bereikt. Oh, jij bent me aan het afleiden door zelf ook de route te volgen. Niet doen, ga weg. Oh. Laat mij mijn ding doen. Je bent me aan het bedoezelen. Allemaal. Is dit het? Oh, is dit het? Volgens mij is dit het. Sowieso, ik ga ineens een stapje naar beneden. Oh, de goudblokken. 1, 2, 3. Daar is het. We hebben hem goed gedaan. Stop de timer. 2 minuten 22. Wow, het was er ineens gewoon. Ineens zag ik de goudblokken. Ineens, goed gedaan. Het doolhof was nog zoveel groter. Oh, maar dat is het ding met het doolhof. Je kan of het is heel snel er doorheen, of het duurt echt heel lang. Ik ben blij dat ik er snel doorheen ben gegaan. Je moet gewoon geluk hebben hiermee. Even kijken hoor, hoe lang is het groot. Oh mijn god, dit doolhof is echt heel groot inderdaad. Wow. Maar het was echt een leuke. Sowieso vond ik dit een grote map. Goed gelukt. Ik heb de Totem of Undying. Heb jij nu 2 minuten 20 erover gedaan. En ik weet niet precies op welke plek je dan staat, maar toppie, toch? Ja. leuke bunker. Laten wij gelijk doorgaan naar de volgende. Mr. Darkseid, we staan voor jouw huisje. Vertel eens. Nou, de huisje is op een onbewoond gebied. Je ziet ook al helemaal geen tuin meer, geen ramen er meer in, geen meubels er meer in. Het is helemaal leeg. Er staan een paar bordjes bij, lees die even goed door. Mm-hmm. Maar dit is eigenlijk zo achtergelaten als één sloop. Zo'n kraakpand is het gewoon. Ja, zo'n kraakpand. En daar hebben ze toen tijd het een en ander ingemaakt om in te kunnen vluchten en te kunnen verstoppen voor mensen die hun uit het huisje wilden zetten. Dus er liggen nog geheime schatten. Ja. Zoals de Totem of Undying misschien. Ja. Oké. Ik ga mijn timer klaarzetten. In 3, 2, 1. Mijn avontuur start. Ik ga gelijk naar binnen. Je moet je helderheid zo donker mogelijk zetten. Goed proberen. Hij is getest en werkt bij vragen pech nieuwe. Oké. Ik zal brightness zet ik op Moody. Dus die staat zo laag mogelijk. En dan denk ik dat ik gewoon hier naar beneden moet. Oeh. Abonneer op Mr. Darks. Oh mijn god. Je hebt over de poortjes. Abonneer op jezelf. Oh, wat is dit? Nee. Wat is het donker? Oh, ik ga een beetje. Ik zie daar een goudblok hier al. Oké. Abonneer op Rick Force. Nee. Waarom dit nou weer? Ik ga elke chocobox openen uit protest. Of niet uit protest, maar omdat ik gewoon nog steeds je level wil halen. Maar, stop. Stop. Hieronder zitten ze ook. Alleen die kan ik niet openen natuurlijk. Oh, die wel. En die niet. Oh, jawel. Plaats deze op de goldblok. Oké. Die kan ik niet openen en die wel. Dan doen we dat gelijk. Dan gaat hier iets open. Moet ik hier dan gelijk doorlopen? Ook een chocobox gelijk testen. Voordat ik doorloop en ik mis iets. Misschien is dit wel gewoon je patroon. Oh, wat is het donker. Oh mijn god, wat zie ik weinig. Ik weet niet, ik skip ze wel gewoon allemaal. Het zijn er te veel. Oh, dit is de hele muren zitten zelfs vol. Zeg maar niet dat hier ergens de sleutel zit. Waar ben ik? Oh nee, hij zit hier ergens verstopt, hè? Hier zit iets ergens verstopt. Ja, dat kan. Oh, wat vreselijk. Moet ik nou elke chest door gaan zoeken? Oh mijn god, wat slim bedacht. Wat slim bedacht om extra tijd toe te voegen aan je. Wat is dit? Wat is er mis met deze? Oh, die is verkeerd omgeplaatst. Die kun je niet openen. Maar daar zit het sowieso niet in, want ik heb alles getest. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb elke ding voor mijn gevoel bekeken, maar dat zal dan wel weer niet. Laten we even teruglopen. Wat gaan we hier allemaal nog meer vinden? Of was dit het gewoon alleen? Het was alleen dit, ja. Oh, dit plafond zit ook nog vol. Zeg maar dat je dit als patroon hebt gebruikt. En deze muur hier ook. Niet in deze ruimte. Oké, niet in deze ruimte. Dus het is niet in deze ruimte. Dat is wel duidelijk. Dat is voor mij wel duidelijk, ja. Dat is heel duidelijk, ja. Dus dan is het wel in deze ruimte. Maar dit heb ik allemaal al doorzocht. Hier heb ik alleen deze gevonden. Heb ik dit mee geopend. En ik heb al deze dingen heb ik gekeken. Voor mijn gevoel. Oh! Wow! Ik heb hem ineens! Stop de tijd! Oh! Het was eronder dus wel, maar gewoon bij compleet random. Ja. Ik moest er gewoon allemaal uitproberen. Wow! Ik schrok er gewoon van dat ik hem ineens had. Abonneer op Mr. Darks. Gadverdamme, dan heb je ook weer dat erin gestopt. Jouw kraakpandje was echt donker. Mijn ogen doen ook gewoon weer pijn dat ik in één keer boven de grond ben. En het was een willekeurig kistje, was het gewoon zonder enige indicatie. Het was helaas simpel, omdat het... Een paar dingen die ik probeerde, dat werkte helaas niet. Joh. Maar je hebt er 4 minuten 26 over gedaan. Dus dat is volgens mij wel de langste tijd. Dus ja, in dat opzicht heb je me wel het langst over laten doen. Om je ik weet ook gewoon de naam niet meer, omdat die abonneer op Mr. Darkseid heet. Je Totem of Undying te stelen. Maar ik vond het wel leuk. Was leuk gedaan. En dan gaan wij gauw door naar de volgende. Ik sta hier lekker aan het water bij een nieuw huisje dat ik hier gevonden heb. En een grote boom erachter en een wilde MG Jasper. Hallo, zeg eens, waar ben ik? Nou, je bent hier in mijn tuin op dit moment.
Oké. Okay. En jouw doel is om mijn mooie totem te vinden. Mm-hmm. Ik heb hem ergens verstopt, dus ik wens je veel succes. Oké, dat komt goed. Ik ga mijn best doen. Dan beginnen we. Laten we de timer aanzetten. In 3, 2, 1, start. Oké, dan begin ik hier bij het water. Ik zie daar namelijk al een trapdoor. Ik hoop niet dat ik dan al echt iets heel belangrijks heb gevonden. Maar daar gaan we maar gewoon gelijk in. Prima. Ik ben benieuwd wat ik dan vind. Het is zo lullig als dit bijvoorbeeld al is, hè. Dat je gewoon een heel huis hebt en dat ik dan gelijk dit vind. Het eerste wat ik zag, die trapdoor. Lol, je dacht je echt dat dit het zou zijn? Oh mijn god, je hebt me geprankt. Ik had serieus even een moment dat ik dacht dat het was. Oh, dat zijn de eerste 20 seconden. Zijn al even verspild gewoon aan dit avontuur hier waar ik uiteindelijk niks aan had. Gaan we weer omhoog. Dan gaan we gelijk uit het watertje hier door naar je beestenbende. Kijken wat we daar kunnen vinden. Oeh, hier zit een kist verstopt. Hieronder. Oh, wow, knap als je dit vindt. Oh, gast. Ik denk telkens dat ik het ga vinden. Dat ik denk van, oh mijn god, hij heeft het gewoon stiekem ergens verstopt. Te weinig dieren om dit te vertoppen. Vertoppen. Nice. Gast, oh ja, dit was wel een goede kist hoor, hier moet ik zeggen. Om het gewoon als prank te doen. Dat ik alles zou zoeken en dat hij gewoon buiten zou zijn. Maar dan buiten zover is het niks. Dan gaan we de boom in. En ik durf te wedden, boven in de boom zit ook een boekje. Met daar een papiertje waar staat prank of zo. Of dit is het niet, weet ik veel wat. Maar we gaan even goed, gaan we de bomen klimmen. Om te kijken wat we hier kunnen vinden. Oh, mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Er staat iemand. Helaas zit hij niet in de bomen. Er zit wel een Steve in de bomen. Vind ik ook leuk. Maar het is niet wat ik zoek. Dankjewel, Steve. Nou, dan gaan we het huis in. We hebben een kistje met een music disc. We hebben hieronder nog een geheime kist. Zo makkelijk is het niet. Sorry, gast, jij hebt veel prankkisten. Gewoon veel nepkisten, wat het dan niet is. Zo, je hebt wel veel goede loot. Laten we het muziekje erin doen. Dit is gewoon ja, voor de gezelligheid zeker. Dat was de bedoeling. Ik ga wel gelijk uitdoen in verband dat ik mijn eigen muziek onder de video heb. Maar ik hou hem bij me. Oh nee, er zijn zoveel barrels hier. Nope. Gast, heb je zeg maar niet dat je in elke kist hier een nope hebt gestopt. Oh my days, er zit in elke kist zit een nope. Even goed ga ik ze allemaal checken. Om geen clue te missen. Even kijken hoor. Oh, ze zit hieronder zeker ook. Nee, niet. Oh, gelukkig. Zo, zo, zo. Hé, hey, die is leeg. Oké, okay, die is ook leeg. Maar gewoon even goed elke kist even checken. Oké, okay, ik heb niet echt iets gevonden wat nuttig is naast alleen maar noopjes. Dus laten we beneden je kelder ingaan. Want wie verstopt er zich nou niet een geheime kluis in zijn kelder? Hier is lava en een... button. Ah, oh, wat deed dat? Oh, dan moet ik er doorheen. Ik denk dat ik door de muur heen moet. Kijk hoe slim ik ben, let op. Huh? Nee, zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Huh? Hij duwde de blok opzij, dus... Oh, hij duwde de blok opzij. Dit kon ik blijkbaar al niet eerder vinden. Oef, maar jammer, helaas. Ah, ik snap hem. Oké, dit kon ik dus eerst niet zien. Ik was gewoon al heel snel met die knop. Maar hoezo is dit dan ook niet? Voor mijn gevoel ben ik overal al geweest. Huh? Voor mijn gevoel ben ik overal al geweest. Heb je hem dan gewoon sneaky ergens gestopt of zo? Huh? Wacht even hoor, ik ga nog één keer naar boven. Ook al heb ik alles al gezien, denk ik. Dan is het hierboven, zal het ook niet zijn, toch? Zou je zeggen. Maar misschien heb ik al een hele bijzondere kist of zo gemist. Waar het dan stiekem in zat. Nee, dit is het 100% niet. Het is 100% niet in zo'n kist. Ik denk dat ik buiten gewoon nog even moet zoeken. Ik ben beneden geweest, ik ben buiten geweest. Ik ben overal onder, overal opge... Oh mijn god, hier is ook een kist. Maar niet heus, nope, I'm sorry, maar niet heus. Wat? Hoezo maar niet heus? Te weinig dieren om te verstoppen, ja dat snap ik. Maar ik heb hem dan niet toch even goed stiekem ergens hier verstopt. Je hebt me even goed... moeilijk of te makkelijk heb gemaakt zonder dat ik het door had. Zit hij in het huis verstopt, in het bouwwerk of zo, in een bepaalde stijl van het huis? Dit had echt een goeie geweest hieronder, want dat was hem niet. Wow, ik ben echt even helemaal, ik weet gewoon niet waar ik heen moet. Ik zou gewoon niet weten waar die mogelijk als... Oh mijn god, er zit nog een kist onder, dat meen je. Volgens mij zit er nog eentje onder, of niet? Daar zat hij gewoon in! Oh! Wow, wat zat dit goed verstopt! Wow! Dat had ik echt... Gast, het was dat ik alles voor mijn gevoel had, maar goed dat je een derde eronder deed. Want na die tweede dacht ik van, oké, dat is het. Hè. Ik heb daar alles al gevonden. Wow, wat slim bedacht dat er een derde stiekem onder zat. Damn, ja, maar net allemaal neer op handen. Dat is een trucje dat heb ik geleerd toen ik op een PC-teaser zat met een raiden. Zeg maar iedereen zeg maar de geheime tweede kist. Dacht ja. Ik kan er niet een derde. Dat is zo slim. Iedereen, je gaat inderdaad, je ziet die tweede. Je pakt die tweede. Je denkt, oké, ik heb de geheime tweede kist gepakt en klaar. Maar blijkbaar zit er nog een geheime derde. Zonder dat je het door hebt. Wow, wat goed bedacht, hè? Echt. Damn. Je hebt er overigens, komt ie. 4 minuten 55 heb ik erover gedaan. Is best wel serieus, volgens mij het langst. Over jou. En ik ben consistent bezig geweest met nieuwe dingen zoeken. Oh, ik dacht damn. Dat er ook een met 6 minuten was. Maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij niet. Nee. Ik heb naar de jury gekeken, er is geen met 6 minuten. Nee, dit vond ik een hele leuke. Het was een goede, een goed huis met veel pranks. Ik ben echt consistent geprankt. Leuk gedaan. Dan gaan we gelijk door naar de volgende en kijken of we daar misschien sneller de totem of een kunnen stelen. Roemer, de rat die normaal vroeger een kip was. We staan hier echt voor een megabouwwerk. Ik verbaas me in hoe kort de tijd jij best wel een groot iets hebt gebouwd. Ja. Dus ik ben ook benieuwd of je het genoeg tijd had om hem daadwerkelijk goed te verstoppen. Ik heb het verdeeld. 30 minuten
gebouw 30 minuten aan gewerkt. Oké. Het ziet er in ieder geval goed uit. Ik ben benieuwd. Ik ga niet omheen kijken. Weet je wat? Is er een verhaal bij of anders ga ik beginnen? Nee. Het is gewoon waterval, mooie dingen, er is hier ergens een schat. Ik ben Indiana Jones en ik probeer hem te stelen. Exact. Oké, prima. Dan gaan we de timer klaarzetten. In 3, 2, 1, start. Hoppakee. Oké, dan is het bordje lezen. Begin. Ja, dat is prima. Ik ga gelijk elke knop klikken, puur uit. Ja, ik moet toch een beetje moeilijk nadenken in plaats van heel makkelijk. Dan hebben we hier een waterval met danger, danger. En hier de kist. Wat zit er in de kist? Een sleutel gold. Die moet ik dus ook goud plaatsen. Laten we eerst even nog verder dit gebied hier onderzoeken. Het water zit meestal, verstoppen mensen wat in bij een trapdoor of zo, maar dit geval volgens mij niet. Gaan we deze kant nog even op aan de kant van de boom. Vinden we niks bijzonders. Prima. Laten we de danger gebied in gaan. Ook al zie ik hier ook al een grot. Laten we die eerst pakken. Oeh, dit is sleutel diamond. Zit achter de diamond. De ding is verstopt misschien. Nou, daar kan ik nog niet in, want ik heb sleutel gold. Dus laten wij sleutel gold door de waterval zwemmen. Hopelijk is dat hier. Oh, hier is lava. Oh, parcours. Oh, nee. Oké, dan omhoog. Gaan we verder. Dan hebben we hier een soort mini parcours. Ja, sleutel gold. Oh mijn god, nee, ik haat dit. Nee. Hier ga ik echt... Oké, gelukkig. Ik was echt minuten aan wasten. Waar komen we dan uit? Ik zie tripwire. Het is het eerste dat ik zie, maar ik ga er overheen lopen. Ik weet niet... Er gebeurt niks. Klopt. Oké. Hebben we hier een kist met kopweb verder, kopweb. Helemaal niks bijzonders. Mis ik dan niet iets door over het hoofd gezien hebben? Oké, maar de trapwires doen dus niks. Het was een vals alarm. Dan komen we hier boven uit. En wat hebben we hier boven? Een kistje in het water. Sleutel diamond. Ah, maar kon ik ook niet gewoon omhoog zwemmen via de waterval? Of niet? Ja, had gekund. Had gekund. Maar had minder leuk geweest. Nee, dat had zeker minder leuk geweest. Oké, maar sleutel diamond, die had ik natuurlijk al gelijk hier gevonden. Het ziet er wel echt goed uit, moet ik zeggen allemaal, hoor. Het ziet er allemaal mooi uit. Kijk, dan openen we gelijk de diamond kluis hier. En wat vinden we daar? Weer een parcoursladdertje. Yeah. Zo. Dan, als ik hier helemaal in ga, kom ik er niet meer uit. Maar we doen het even goed. Wat is dit? Het is niks, hè, hier. Een knopje, geen niks. Oké. Dan, wederom een parcours. Oh, dit is een vreselijke sprong. Omdat ik mijn hoofd kan stoot, is dit het gewoon. Ik heb hem gevonden. Totem of Roemeret. Stop de tijd. De Totem of Roemeret. Gast, het zag er mooi uit, dit allemaal. Ja, je hebt echt, je best gedaan qua... Ja, dat zag ik al inderdaad. Je hebt echt je best gedaan qua hoe het eruit zou zien, weet je. Een beetje de decoratie, de... gewoon de grootte van de map. Damn, echt impressive. Leuk. Leuk bedacht. Dan heb je hebt er 2 minuten 17 over gedaan. Dus het is helaas niet de snelste tijd. Maar ja, dat zeg ik. Je hebt meer tijd besteed aan gewoon omgeving. Weet je? Boven Jan. Doel is gehaald. Boven Jan. Ja, duidelijk. Nou, laten wij dan doorgaan naar, als het goed is, de laatste. Klopt dat? Ja, hè? Ja, dat klopt. We gaan naar de laatste, toch? Nou, dan gaan we naar de allerlaatste en kijken of de allerlaatste ook de allerbeste is. Nou, Issy, je bent de laatste, maar ja. Je hebt ook echt een doos gemaakt gewoon. Ja. Vertel eens. Nou, kijk, ik dacht dat het event iets met PvP zou zijn, waar ik dan maar mijn sterke punt... Ja. En Bulde zag niks voor mij, dus heb ik eigenlijk iets gewoon ondergronds gemaakt. Zodat je bovengrond mag, ik dan ga niet naar bouwen. Denk je, hebt gewoon een vierkant blok gebouwd en ja. De rest is ondergrond. Ja, precies. Is er een vraag? Ja? Nee, ik denk dat je me gaat haten voor dit, maar... Oh jee. Oké, nou, geen verhaaltje verder erbij. Ik denk dat ik gewoon gelijk aan de slag kan. Ja, ik precies. Moet gewoon de totem stelen. Nou, dan gaan we beginnen. 3, 2... 1, start de timer. Nou, dat is een smiley, dus ik denk dat er buiten ook gewoon niet veel te doen is naast dit. Oké, hier kan ik in, maar dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dus laten we eerst maar even de veilige route... Oh mijn god, er zijn zoveel plekken waar ik in kan. Laten we eerst deze doen, om even te kijken wat hier is. Nope. Oké, dat is al de eerste, dat is al makkelijk. Lekker snel gedaan. Deze is... Psych. Oké, ja, dan mag maar één keuze. Dat is namelijk de laatste. En ik gok dat daar een soort parcours... Oh mijn god, nee. Een parcours met stairs. Oh mijn god, nee. Ik ga mijn spawn zetten hier. In verband dat ik waarschijnlijk dood ga. Nee, deze sprongen haat ik echt. Kan ik hem? Ik ga proberen te shortcutten zo, ja. Oké. Ik ga het overleven, want het vuur doet niet genoeg damage om mij te killen. Oh, dit heb ik trouwens wel dan gewoon in één keer gehaald. Damn. Succes met Doolhof. Nee. Met de Doolhof. Nee. Nee, niet een Doolhof. Hij is volgens mij ook echt groot, want hij gaat echt 2 kanten op. En dan best wel... Is dit het gewoon al? Nice. Heb ik serieus Doolhof gehaald? Nee, dat dit een Doolhof was. Of ben ik ook geprankt? Laatste opdracht voor je totem. Oh mijn god, ik moet allemaal dingen hakken hier. Oh mijn god, wat vreselijk. Oh, en ik zie al heel veel kisten daar. Oh, nee.
Laatste opdracht, ik kan het. Ik kan het. Waarom zijn het er zoveel? Dit is zeker het gedeelte waar ik je voor zou haten. Oh, ik vind het wel heel lullig dat je dingen zo snel gehaald hebt. Je dom. Maar dan word ik hier gestraft. Hier word ik er echt voor gestraft. In één van deze... Ik ga gewoon heel veel hakken. Eerst de kisten exposen. En dan daarna zie ik het... Oh, wacht, laat maar. Hier is dat trouwens. Oké, dit gaat goed. Dit gaat soepel. Dit is hem. Jongen, hoeveel kisten heb jij hier geplaatst? Het is eindeloos. Nee. Ja, Totem of Annihilation, stop de tijd. We hebben hem. Je loopt ook verdrietig weg. Het komt echt omdat ik je dolf zo snel gehaald heb. Maar ik moet zeggen, wat het een beetje weggaf was... Ik zag een lichtbron hier vandaan komen al heel snel. Daardoor kon ik al bijna niet meer fout gaan. Zeg maar, dat licht dat ik hierboven zag, dat leidde me een beetje na een tijdje. Oh, maar wat was dit vreselijk aan het einde. Wel heel origineel bedacht, moet ik zeggen. Hoe ver ging het nog door? Oh, niet zo ver. Dit was ook gewoon de hoek. Oké. Maar heel origineel bedacht met die gravel. Dat vond ik serieus echt een hele leuke toevoeging. Ja, ik dacht, gravel is het kutste blok naast cent. Dus dat moet je schutten. Ja, duidelijk genoeg. En het waren echt eindeloos voor kisten. Had ik ook kisten met andere dingen kunnen vinden, of? Nee, dat niet. Dat was gewoon een en al nutteloze hoop. Gewoon. Ik vond het wel leuk. Hij was heel leuk bedacht. Oké, jongens. Als we gaan kijken nu naar de score. Wie van jullie het beste gedaan heeft per tijd. Waar ik het langst over gedaan heb. Gaan we hier een score maken. Ik wil dit blok graag hebben. Ricio, als op laatste plek. Qua tijd heb ik het snelst over gedaan bij jou. Nee, jouw ding was even goed hartstikke leuk. Maar ik heb het snelst bij jou ingebroken. Dan wil ik hier graag op hebben. Dus er nu vast erop staan. Komt-ie. Jan is een eend op je tweede plek. En dan doe ik even springen. Zo ja, oké. Dan hier op plek, de derde plek van de laatste plek is Issy. Kom maar. Dat komt door je dolf, helaas. Springen, hoek, nog een keer. Pauw zelf maar even naar die goede hoogte, weet je. Nog eentje hoger. Zo ja, oké. Nee, deze hoogte. Zo, dan mag je dat blok mag je best diamond van maken. Dan daarna kwam Roemer is een kip. Die kwam daarna. Prachtig terecht. Want je mag jezelf ook even verder bouwen als je wil. Gewoon één blokje hoger dan die daarna. Dan daarna. Kwam, komt-ie. Doevoet, kom maar. Mag je zelf eentje hoger bouwen inderdaad. Nog eentje hoger, jij moet ook eentje hoger roemen. Dan kan jij nog eentje hoger, David. Zo, dan uitgetrokken. Hoe weet je dat jij hier staat? Je hebt het er zelf ook bijgehouden, hè? Ja, oké, bouw maar eentje hoger dan dinges. Kijk, dat kan ook. Dan hier komt-ie. Miss the dark side. Eigenlijk weten jullie het al natuurlijk, maar we zijn het gewoon even goed spannend aan het doen. Oh nee! Nee, gecanceld, Vaspo, kom jij maar. Gecanceld, sorry. Daarna mist de dark side. En dan, Jasper, je hebt gewoon gevonden. Jezelf even van, ja, jij mag een netherite omhoog bouwen. Dan kan ik hier prachtig naar jullie kijken. Wie er het langst, of wie zeg maar de beste bunker had qua inbreken. En het ziet er best wel leuk uit qua eindresultaat als het ware. Zo, een soort van grafiekje is het. Hebben jullie nog wat te zeggen over deze resultaten? Zijn jullie het ermee eens? Nee. Ja. Nee. Oh. Nee, hè? Nee. Ik wil het nog even voorhouden, want ik dacht dat je het echt heel snel los zou hebben. Is dat nog een vraag? Nou, jullie hebben... Kijk, Jasper die is hartstikke blij. Die is natuurlijk... daar heb ik het langst over gedaan met de inbraak. En Ricio, ja, ik had beter 5 wacht. Ik ook, Ricio. Dan nu mogen jullie boven jullie favorieten vliegen. Welke jullie het leukst vonden. Behalve je eigen. Oké, dan... Zie ik nu al dat de meeste stemmen gaan toch naar die van Roemer. Omdat die gewoon waarschijnlijk qua bouwwerk het meest indrukwekkend was natuurlijk. En Ricio heeft toch op zichzelf gestemd omdat hij toch een beetje iets wil winnen volgens mij. Klopt dat, Ricio? Ja. Ja. Dan mijn favoriet qua complete ervaring. Die van Ricio. Oké, dan kies ik wel die van Ricio. Yeah. omdat jij een bach had wat blijkbaar Bea was. Ja. Bedankt voor het kijken in deze video. Vonden jullie dit nou zo leuk? Vergeet dan zeker even niet te liken. We gaan voor 5000 likes, jongens. Kom op, even liken. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Want wie weet, dan maak je ook wel kans om een keer mee te doen met dit soort leuke video's. En dan nu, kijk lekker deze andere video. Want dit is ook een hele leuk bedacht video door mij. Ik ben echt een goede YouTuber. Dus het is echt een goede aanrader om gelijk even deze te kijken en te abonneren. En nu spreek ik later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!